Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. We gaan verder met de nieuwe serie Hoe ziet de kerk eruit? En als je in de kerk binnenloopt, zien we eigenlijk iets heel speciaals. Dat is de iconostase. En de iconostase, dat is een Grieks woord. Dat komt van een Grieks woord, dat is iconostasis. En dat is eigenlijk, heel simpel gezegd, een plaats waar iconen hangt. Zoals jullie achter mij kunnen zien, het is een plaats waar een groot deel van de iconen hangt. Het heeft een doel. De iconostase staat er niet voor niks. Die staat er namelijk om te scheiden tussen het altaar en de rest van de kerk. En dat is eigenlijk ook een symbool voor de scheiding tussen het spirituele naar binnen en de materialistische en de wereld erbuiten. Ook is er een scheiding binnen het altaar, want daar wordt het offer gebracht. Tijdens de dienst wordt Jezus Christus in een vorm van brood en bloed geofferd. En daardoor moet er een scheiding zijn met de rest van de kerk, oftewel met de rest van de wereld. Dit iconostase ziet er eigenlijk prachtig uit. Allemaal iconen, maar die iconen hebben ook een diepe betekenis en ook een doel voor de mensen die in de kerk staan. Als je in de kerk staat, wil je gefocust zijn op het gebed. Wil je gefocust zijn op God. Wil je gefocust zijn op de diepgang met God. Dat maakt het, door de iconostase maakt dat het makkelijker om tijdens de kerk gefocust te blijven. En als je voor je kijkt, zie je allemaal iconen van heiligen en supermooie gebeurtenissen in het Oude en in het Nieuwe Testament die we herdenken middels de iconostase. Iconostasen van kerken worden gebruikelijk van twee materialen gemaakt. In bijna 90% van de gevallen zijn het van hout, maar het is ook mogelijk om van marmer te zijn. Maar hier bijvoorbeeld in Sint-Philobatierkerk in Amsterdam zien wij dat het van hout gemaakt is. Dan gaan we door naar de indeling. De indeling is namelijk niet willekeurig. Hè? Er zijn bepaalde iconen die uitgekozen zijn om op de iconostase te staan. Helemaal bovenin is niet per se een icoon, maar dan zien we altijd een kruis. We moeten niet vergeten dat wij een kerk zijn uiteindelijk. En als mensen binnenkomen, moeten ze herkennen dat wij een christelijk geloof hebben. Dan gaan we door naar de bovenste laag van iconen. Dan zien we over het algemeen de 12 discipelen. Allemaal aan de zijkant van de iconostase, op de bovenste laag van de iconostase. Het kan ook zijn dat er eigenlijk wat anders gekozen wordt in plaats van de 12 discipelen. Dat kunnen namelijk iconen zijn van heiligen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Maar in ieder geval moeten het iconen zijn van heiligen waarvan het licht van Jezus door hun zichtbaar is. Maar over het algemeen, in heel grote gevallen binnen onze kerk, zijn de 12 discipelen links en rechts 6 afgebeeld op de iconostase. Dan gaan we daar in het midden van de bovenste laag. Dan zien we altijd het laatste avondmaal. En dat is eigenlijk, spreekt dat voor zich. Want zoals Jezus in die tijd het brood en het wijn brak en ze aan de discipelen gaf, zo ook nu in onze tijd, tijdens de liturgie, breekt de priester of de bisschop het brood en het wijn, wat uiteindelijk het lichaam en het bloed van Jezus wordt, en geeft het aan het volk. Als je nog meer wil weten over brood en wijn, kijk een vorig filmpje over het brood en wijn, waarin alles uitgelegd staat. Dan gaan we nu inzoomen en dan gaan we voor de kerk uit de linkerkant van de kerk op kijken. Dan zien wij hier het icoon van Jezus met de teksten: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dat staat voor Gods oneindigheid. God heeft geen begin en geen einde en staat boven de tijd die wij hier kennen, heeft geen 24 uur in de dag, staat boven de tijd van wereldse termen. De afbeelding of het icoon van Jezus, die staat in elke kerk altijd als eerste hier aan de linkerkant. Daarnaast zien wij de doop, afbeelding, het icoon van de doop van Jezus Christus zelf. Nou, de doop, dat is het begin van de sacramenten en is een supergroot sacrament. Het feit dat Jezus gedoopt was, is een groot voorbeeld voor ons, dat wij door de doop ook de rest van de sacramenten kunnen toetreden om daaraan deel te nemen. Nog eentje links daarvan, dan zien we de heilige van de kerk. Dus, in dit geval zien wij het heilige Sint Philobatier Mercurius. Die staat dus helemaal aan de linkerkant van de iconostase. En dat is eigenlijk de indeling van de linkerkant. Dan zien we altijd het begin met Jezus Christus zelf. Daarnaast het icoon van de doop en daarnaast de heilige van de kerk. Die heilige van de kerk, dat verschilt dus per kerk en kan dus in elke kerk afwisselend zijn. Gaan we over naar de rechterkant. Aan de rechterkant zien we het icoon van de Maagd Maria met Jezus, kleine baby Jezus in haar schoot. En de reden waarom Maria aan de rechterkant afgebeeld wordt, is omdat
de koning, omdat zij de koningin is. Zij is de moeder van God. De Theotokos wordt ze wel genoemd. En de koningin zit altijd aan de rechterhand van de koning. Dus als God of Jezus aan de linkerkant afgebeeld wordt, dan moet Maria aan de rechterkant afgebeeld worden. Daarnaast zien wij het icoon van de zogenaamde Annunciatie. En dat is het icoon of het moment waarin Gabriel de engel aan Maria het mooie nieuws verkondigde dat zij zwanger zou worden van het kind Jezus. Helemaal rechts daarvan zien we ook nog het icoon van Sint Marcus de Apostel. Sint Marcus de Apostel, een hele grote heilige in onze kerk, maar vooral voor de Koptische, de Egyptische kerken, is hij extra belangrijk omdat hij het geloof heeft verkondigd in heel Egypte. Zonder Sint Marcus was er eigenlijk geen geloof in Egypte. Nou, dan zijn we bijna bij het einde gekomen van de uitleg over de iconostase, maar dan missen er nog een paar dingen die misschien niet eens in de eerste plaats opvallen. We zien bij de iconen bovenin dat er altijd lichten schijnen. En die lichten, die hebben een symbool. Die staan er niet alleen zodat de iconen duidelijker worden, maar die hebben ook een betekenis dat het licht van Christus door zijn heilige schijnt. En vandaar dat er lichten, soms lampen, soms kaarsen staan bij de iconostase om het licht van Christus duidelijk te maken dat het licht van Christus door zijn heilige schijnt. En dan zien we nog iets heel geks of heel iets aparts. Dat zijn de struisvogeleieren. En die hebben ook een diepe betekenis. Dat zijn hele grote eieren. En eieren zijn altijd een symbool voor een teken van leven. Uit een ei komt leven of opstanding. Dat is één symbool waarom die struisvogeleieren zijn. Er moet een gevoel van hoop en opstanding zijn binnen de kerk. Daarnaast een heel bijzonder eigenschap van de struisvogel is dat de moederstruisvogel 100% al haar focus op haar eieren heeft. Ze laat ze geen seconde alleen. Zo ook met onze kerk. Als wij ons verdiepen in onze kerk, dan zal de kerk voor ons zorgen. En dan zal de kerk ons 100% aandacht geven, zodat wij erin kunnen blijven. En wederzijds ook. Als wij in de kerk zijn, moeten wij ons herinneren hoe de struisvogel haar 100% focust op haar eieren, zo moeten wij ook 100% focussen op het geloof en op het gebed van ons. En dan daarmee kunnen wij groeien in ons geloof. Zoals de eieren groeien, de kuikens groeien uit het ei, zo groeien wij ook in ons geloof. Dit was de uitleg over de iconostase. Hopelijk hebben jullie er veel van geleerd. Ik zie jullie volgende week weer terug.